Ja, dat is de derde keer dat hij nu naar de Paralympische Spelen gaat. De eerste keer was in 2000, dus al even geleden. En dan 4 jaar geleden Londen en nu Rio. Londen was inderdaad een hoogtepunt na toch een prachtige 4 jaar voorbereiding. Met vice-wereldkampioen, derde plaats, vierde plaats. En dan uiteindelijk dat brons tegen dan het topland van Boccia. Dus dat was super. Hè. De verwachtingen zijn ongeveer dezelfde. Trachten van een medaille te halen. Ofwel met het team, ofwel individueel. Natuurlijk, daar hoort nog wat geluk bij. En vooral nog een eindvoorbereiding, de laatste maand nu, die toch wel zwaar zal zijn.